Je kan op dit moment al beginnen raden naar de nieuwe figuren van The Masked Singer. Maar vrijdag begint het gokken pas echt. Het speurderspanel kent enkele nieuwe gezichten, maar de presentator blijft vertrouwd. Niels de Stadsbader neemt die rol weer op zich. Aan TV-familie vertelt de producer van het programma meer over de gang van zaken. Zo zegt hij dat Niels zelf niet weet wie er onder de kostuums zit. Bij het eerste seizoen stelden ze hem voor de keuze, het weten of niet. Maar hij koos ervoor om zelf ook verrast te worden. Wat dus het voordeel geeft dat zijn reacties altijd op heel oprecht zijn. Het nadeel is volgens de producer dan weer dat hij zelf ook begint mee te raden en er dikwijls boek op zit. In andere landen, zoals bijvoorbeeld in Nederland, weet de presentator wel wie er in het pak zit. De BV's weten trouwens ook wel wie hun tegenstanders zijn. En dat zorgt naar het schijnt voor een ijzersterke band tussen de kandidaten. We raden alvast met Niels mee. Vrijdag dus om 9:05 op VTM.